Hallo reviewvrienden, hoe is het met jullie? Met mij gaat het goed hoor. Oh. Hallo reviewvrienden, hoe is ie daar? Ja, Toppie? Mooi om te horen. Wat zit er onder het doosje? Wat hebben we ons eigenlijk opgestuurd? Laten we gaan kijken. Flesjes. Wat de bier? Ja, het is Kerel bier. Want dit is grapefruit IPA. En dat is bier. En dit is India Pale Ale. Dat is ook bier. Het is gewoon bier. Het is gewoon bier wat ze Kerel hebben genoemd. En dit is Saison bier. Hartstikke leuk. 3 biertjes uit België. Want het is gebotteld. Dat staat er ook op. Bij Verbeek, Bek de Kok. Ik weet niet wat dat is, maar dat maakt niet zoveel uit. Dat zou wel een brouwerijtje zijn uit België. En daar hebben ze dat Kerel genoemd. Want laten we eerlijk zijn, als er één drank in deze wereld is wat door kerels wordt genuttigd, is het bier. Is wel zo. En ik ben niet een man die vindt dat vrouwen geen bier moeten drinken. Nee, die heb je er echt bij. Hè? Die vinden dat vrouwen geen bier zouden moeten drinken omdat het niet sexy is. Nou meiden, even één ding. Drink lekker bier, zoveel je wil. Kan mij bommen wat je drinkt. Maakt mij geen moer uit. Ik weet toevallig dat bier een heerlijk product is. Ik geniet van bier. Ik hou van bier. En ik ben ook een kerel. Dus eigenlijk kan er niet zoveel misgaan. Ware het niet dat ik niet van IPA hou. Ik niet van Pale Ale hou. En je weet wat Saison is. Maar soms word ik verrast, want het leven zit vol verrassingen. En bier zit ook vol verrassingen. Waar het niet dat ik inderdaad niet zo van de speciale biertjes ben, omdat ik, zoals het heet, een doordrinker ben. Ja, ik zit aan een bar en zeg tegen de herbergier, hou deze kant van de bar eens eventjes een beetje nat. Ja, dus bijna op is bijvullend geblazen. Ja, en op die manier word je dronken en krijg je een dik hoofd. Maar goed, je bent een kerel als je een kerel probeert. Dus we gaan het gewoon proberen. We gaan het proeven. Voor hetzelfde geld dus, is kerel een heerlijk mannelijk biertje. You never knowtjes. Ik vond het wel leuk om als een bier kerel heet, om dan hele mannelijke glazen te gebruiken. Van die mannelijke glazen. En er zit ook nog een schroef op. Dus je kan er een dop op draaien als je wil. Maar ik heb geen dop om erop te draaien. En ik ben altijd zo dorstig dat ik ook helemaal geen dop nodig heb om erop te draaien. Omdat ik graag mijn glas leeg drink. Nou, dan heb ik hier, omdat ik geen opener kon vinden en dacht, ja, toch leuk, want het is kerelbier, een waterpoptang. En daar maak ik het dan mee open. Leuk, hè? Even in concept gedacht. Hij kan nog. Dit is de Kerel says it all Saison. Ik weet niet wat het is. Dan hebben we dit. Oh, daar gaan die op. Verdomme. Ja, nou is het hele flesje kapot. God, een hele poot onder het glas. Enfin, glas schuurt de maag, zeg ik al uit. Dat is dan de Indian Pale Ale van de Kerel. En ik ga dit toch even anders doen, want mijn handen zitten onder het glas en ook het biertje. En dan wordt het... Oh god, dan... Ik had gewoon een opener. Nou, glas kapot. Hier. Ik had gewoon een opener moeten pakken. Goed, glasstuk, tafel onder bier. Goed, ik had er nog eentje. Kapot glas. Glas. Bier. De grapefruit. IPA. Het is een beetje zootje. Ik geef het eerlijk toe, het begint een beetje uit de hand te lopen. Meestal is het na het drinken van bier. Nu is het nog, voordat we begonnen zijn, één grote puinzooi. Handen open van het glas. Godverdomme. Goed, er vloog ook nog een glas met inhoud over de tafel. Het ding is langzaam nog meer in huis naar een café dan in het café zelf. De waterpontang had ik niet moeten doen. Hier zijn alle scherven. Godsamme kraken, wat een puinhoop. We zijn zover, we kunnen proeven. Jezus, wat een gedoe. Nou, we beginnen wel bij de Seasons. Bij de Season. Ik weet niet wat het is. Het ruikt. Ja. Het ruikt een beetje naar vers gedraaide paardenvijg. Ja. Ik snap niet helemaal waarom ze bier maken wat naar vers gedraaide paardenvijg ruikt. Wat een rare geur zit er aan zich. Maar de vraag natuurlijk. Hoe is het biertje van Kerel? Het Saison biertje. Er zit ook een klein beetje paardenvijg smaak aan. Maar dat is helemaal geen vieze smaak. Niet dat ik vaak een paardenvijg eet of drink. Maar het is een beetje hooiig. Het is... Ik vind het een lekker biertje. Het heeft een lekkere smaak. Dan gaan we over naar de Indian Pale Ale van Kerel. Even oppassen voor het glas, wat er allemaal ligt. Ik hoop niet dat het glas in zit qua drinken. Het is een beetje bruin, het is een beetje troebel. Pale ale is meestal bitter. Er zit echt een beetje een scherpe smaak aan. En weet je wat hierna aan ontbreekt? De scherpe smaak. Ik vind dit een prima pale ale. Het is wat robuuster, het is wel wat krachtiger. Qua alcoholpercentage valt het allemaal mee. Het is 4,5%, maar het is wat... Het is een beetje een mannelijk biertje, hè. In een pil, een beetje... zo'n biertje. En de smaak is niet grof. Het is eigenlijk een mooie, zachte smaak. Ik vind het denk ik wel de lekkerste Indian Pale Ale die ik ooit heb gedronken van Kerel. En nu vragen jullie natuurlijk af, Jan... Je had stoere glazen, je had een waterpomptang, je bent heel erg in concept bezig. Word je misschien betaald door de firma Kerel? Nee. Nee. Ik word niet betaald door. Ik zit wel helemaal onder het glas ervan. Dat dan weer wel. Goed. Grapefruit IPA. IPA wordt ook genoemd natuurlijk. Maar ik zal je vertellen. Fruit... En bier. Het is niet mijn ding, hè. De krieklambiekjes en alle boel. De kersennatjes. Hoeft voor mij niet. Alhoewel ik een coronaatje met een limoentje erin niet vies vind. Maar grapefruit vind ik een van de lekkere fruitsoorten. Die een... Pardon. Lekkere smaak heeft. IPA vind ik altijd wel een beetje heftig. Maar 5% alcohol zit erin. Maar het is altijd zo'n scherpe smaak is het. Maar grapefruit. Ik heb wel eens vaker een grapefruit biertje gedronken waarvan ik zei, eigenlijk best lekker. Grapefruit IPA van Kerel. Smaakt het naar grapefruit? Ja. Het smaakt naar grapefruit, maar het is niet zoet. Het is meer het zuurtje van grapefruit. Maar je proeft grapefruit. En ik snap niet waarom dit een IPA genoemd wordt. Nee, het heeft niet de kenmerken van een IPA. Een IPA is meestal dat je denkt, getverju, heftig, wat heftig. Deze is ook niet heftig. Dit is gewoon een zachte grapefruit. Bier. Ik ben, laten we zeggen, gewoon aangenaam verrast. Ondanks de cholerebende die het hier is geworden met glas en... vallende glazen over Kerel bier. Wat het grappig is, Kerel is een robuuste man. En al die bieren van hun, die zijn fluweelzacht. Die zijn gewoon lekker. Die hebben niet wat ik tegen dat soort speciaal bier heb. Namelijk dat je denkt, moet ik hier nog eentje van drinken? Dat is eigenlijk altijd mijn probleem met speciaal bier. Is dat je na een halve denkt, ik kan hier godverdier er geen 8 van op hoor. Tijd voor de cijfertjes! En tijd ook voor nieuwe glazen en een nieuwe tafel. Ik ben blij, verrast door het bier van Kerel. uit België. Gewoon in de supermarkt krijgen, neem ik aan, bij de speciale biertjes. Want, nou ja, goed, tegenwoordig kan je gigantisch hoeveel soorten bier kopen in de supermarkten. Ik ben gewoon blij verrast, ga ik eerlijk zeggen. Ik begin met de Pale Ale, Indian Pale Ale. Ik hou meestal niet van Pale Ale. Heel simpel, het is mij te heftig. Deze is niet heftig, deze is zacht en is mooi. Deze krijgt van mij al, en ik hou niet van Pale Ale, een 7. Ja, hoge cijfertjes, dat lijkt leuk. De Grapefruit IPA smaakt naar grapefruit en grapefruit is heerlijk. En het smaakt niet heel erg naar een IPA of IPA. Het is niet dat je denkt, heftig. Het is gewoon een zachte, mooie bier met grapefruit smaak. Gewoon prima, niks meer aan de hand. Ja, die krijgt van mij gewoon echt een 8. Gewoon lekker. Gewoon, krijg gewoon. Haal het gewoon maar. Gewoon maar drinken. Heerlijk. Of zou het saison zijn? Wie? Oui. Je m'appelle Jean. Quelle heure est-il? Quel âge as-tu? Oui, oui, oui. Non, 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 non. Oui, 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 oui. Goed. Ik vind deze heel erg lekker. En hij heeft inderdaad een paardenvijgengeur. En misschien ergens een paardenvijgen smaak. Maar ik vind het een hele speciale bier. En die krijgt van mij ook gewoon een 8. Fantastisch. Nou, help jongens. Allemaal naar de supermarkt Kerel bier kopen. Maar dan kan je gewoon mee gezien worden. En het is nog lekker ook. Ja? Mooi. Nou, dag.